dagelijkse werkzaamheden. We moeten parken, lijnen, monumenten zorg, bermen, rotondes, verplein. We moeten elke dag harken, bezemen en wit vrijmaken. En wat we mee hebben gekregen, ik heb zo overgenomen ook, alles gemeenteschool onderhouden we. Want geen enkel gemeenteschool heeft een tuinman of tuinvrouw die onderhoud doet en ze vragen ons. Dus het is totaal bijna 8 of 9 gemeenteschoolen die we onderhouden voor de scholen. Want zo heb ik overgenomen. Het is jaren terug dat het zo gebeurt ook. En nu ook, we gaan door. Maar het is behoorlijk wat te doen, onderhoudwerkzaamheden. In heel district commune. Commune is groot, tot Stolger, Ijver, tot en met Weidenbosbrug. Vuil ophalen, zwerfvuil, waar nodig opruimen en laten vervoeren naar Paramaribo, naar Nibo. En alle 6 resorten heb ik een aantal ploegen die in hun resorten werkzaam zijn. Dus bijvoorbeeld rechteroever heb ik Johanna Margaretha, resort Bakkie heb ik Kronenburg. Die arbeiders zitten in hun dorpen ook, waar ze wonen. Dus overal in heel commune, in die 6 resorten, zijn arbeiders die activiteiten uitpluiven voor OG. Toen ik overnam in 2020, eind 2020, dan was het weg echt slecht. We moesten met donaties zoeken en geen benzine, maar nu loopt het. We hebben gereedschappen laatst gehad van het directoraat. We kregen ook benzine, we hebben ook broeschutters gehad. Dus het loopt een beetje en vroeger hadden we een of andere manier met die arbeiders ook kunnen compenseren dat die werkzaamheden toch gedaan werden. En jammer genoeg, toen we begonnen zijn, had ik 85 arbeiders die jaren in dienst waren, 6 maanden, 1 jaar, 1,5 jaar. Ze hadden geen betaling en de minister heeft gezorgd dat we vorig jaar, 2020, december, die mensen met TWK hebben uitbetaald. Dus dat vind ik heel prachtig van de minister. Waarom? Omdat die mensen jaren hebben gewerkt zonder geld. Dus ze zijn in dienst genomen. Alleen voor politiek eigenlijk, om te stemmen. Maar ik vond deze minister heeft gelijk aangepakt. En ze hebben laatst die nieuwe arbeiders ook hun vakantiegeld in december. Dus nu zie ik echt die arbeiders zijn tevreden. En ze werken echt, volgens hun inzet is het heel, heel prima. De laatste ronde voor het jaar 2021, we zitten wel in 2022, maar het moest december worden gedaan, dat we even de districtskantoren van OE bezoeken om één af te stellen, nieuw personeels- en organisatorisch beleid dat we bekendmaken voor het jaar 2022. Een tweede ding is dat wij kijken naar de status van de projecten, zijnde wat hadden we beloofd, hoe loopt het op het veld, dus die projecten hebben we bezocht, wat is de reden dat iets niet opgestart is. Daar hebben de directeuren zo net vandaag ook verteld wat de reden is. En een derde doel van het bezoek is om het beleid voor 2023 te gaan bepalen. Dus welke projecten gaan we inzetten, hoe gaan we met personeel om, hoe gaan we met onze faciliteiten om. En we hebben ook geluisterd naar de problemen, issues die er natuurlijk nog spelen. OW Kommerwijnen heeft bijzonder veel gedaan in eigen beheer. Laat me dat als eerste stellen. We hadden, omdat we geen middelen hebben voor iedereen in heel Suriname, ook voor Kommerwijnen hebben we bijna niets, ik schaam me om het te zeggen, maar liever zeggen we het. We hadden bijna geen middelen, maar Kommerwijnen heeft zelf in eigen beheer heel veel gedaan. En dat is geweldig. Het lijkt erop alsof we overheidsmiddelen hebben ingezet, maar dat is niet zo. Heel veel mensen in Kommerwijnen, aannemers, donateurs hebben geholpen. En natuurlijk heeft Kommerwijnen met het personeel, we hebben ongeveer 200 arbeiders die hier werken. Met het eigen personeel hebben we eigen beheer ook wel veel kunnen doen, dat is waar. Dat is het wat het op dit moment is en zo zullen we de komende jaren redden. We gaan volgend jaar proberen wat meer investeringen te brengen naar Kommerwijnen, zodat misschien ook meer en efficiënter wat problemen kan oplossen. Laat maar zeggen, ik wil bijna zeggen we zijn achter, want de achterstand in infrastructuur is enorm. We lopen achter omdat de middelen ook niet direct ter beschikking zijn. Ik geef een voorbeeld. We komen net van die bestratingswerkzaamheden, waar je ziet dat het proces vordert naar afhankelijk van de betaling.
Zomerweg kan in 1 jaar klaar zijn, maar vanwege de betaling en de aflossing van de schuld gaat hij 2 jaar duren. Dus we zouden theoretisch veel meer kunnen doen, maar de middelen moeten er ook voor zijn. Wat we gaan proberen te doen, dus we willen graag heel veel doen, maar dat gaat niet lukken. Maar wat betreft kleine en grote projecten, wil ik wel zeggen, we zitten redelijk goed op schema, want wij pakken alleen de urgente zaken aan die OW komen wij in aangeven. De rest doen ze zelf. Wat we willen doen is komend jaar voorbereiden om projecten toch met private aannemers versneld te willen uitvoeren. Want de problemen die mensen hebben met slechte wegenontwatering is al tientallen jaren. Dus het is makkelijk om te zeggen, wacht nog 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar. Maar als we hem versneld kunnen uitvoeren in PPP-verband, dan gaat dat gebeuren. Dus daarover gaan we nu besluiten per district. Welke projecten gaan we naar voren trekken en versneld proberen uit te voeren onder de regels van het ministerie van Financiën.